Ernest Stewart, situatie met Aaron Johansson. Afgelopen weekend is er een bod gedaan door Werder Bremen. Hebben jullie niet geaccepteerd, maar wat is de situatie nu? Nou, de situatie is dusdanig dat Aaron bij AZ zal gaan vertrekken en dat wij een akkoord hebben bereikt met Werder Bremen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ze hebben zich zaterdagavond voor het eerst gemeld en daarna is eigenlijk alles heel vrij snel gegaan. In die mate dat ze Aaron echt heel graag wilden hebben en dat hebben ze in alles laten blijken. Mm-hmm. Ja, jullie praten niet over bedragen, maar kan je wat vertellen over de deal? Nou, niet zoveel. In die zin dat wij bij AZ hebben we de policy dat we van tevoren prijzen vaststellen. Ja, en daar hebben zij aan voldaan met alles. Dus wat dat aangaat is het een uitstekende deal voor AZ. Wij hopen dat het ook voor Aaron een mooie deal. En zo voldoen wij weer aan hetgeen wat we hier heel graag willen. Is dat we spelers op een bepaalde leeftijd hier naartoe brengen. Dat ze zich ontwikkelen en dat ze de volgende stap in hun carrière kunnen maken. En ik ben blij dat dat weer met Aaron is gelukt. Nou hoop ik uiteraard dat hij het bij Werder Bremen uitstekend gaat doen. Want dat is alleen maar mooie reclame voor AZ in de manier waarop wij spelers hier begeleiden en ontwikkelen. Ja. Maar de buitenwacht zou ook denken van weer een belangrijke speler die AZ gaat verlaten. Ja, maar we hadden al rekening mee gehouden dus, aan de voorkant. Dus we hebben Vincent Janssen hadden we al in een voorfase teruggehaald. Bij sommigen kun je dat van tevoren doen en bij anderen nog niet helemaal. Maar wij zijn er druk mee doende. En ik moet zeggen, met de komst van Vincent Janssen hebben we daar al op ingespeeld. Dus wat dat aangaat, ik snap dat het voor de buitenwereld. Alleen dat is Nederlands voetbal. Daar moeten we trots op zijn. De manier waarop wij spelers in Nederland ontwikkelen en met name bij AZ ontwikkelen. Dat ze ook de volgende stap in hun carrière kunnen maken. Dus volgens mij alleen maar mooi. En voor bijna alle spelers die we nu zijn vertrokken, zijn daar spelers voor teruggekomen. Dus daar zijn we heel tevreden mee. Ja. Je noemde al de naam van Vincent Janssen, dat jullie daarop geanticipeerd hebben. Maar met het geld van Aaron Johansson gaat er nog wat mee gebeuren? Nou, zoals ik een tijdje geleden zei, wij hebben ons gefocust op een aantal posities. Daar houden wij rekening mee. Waaronder ook de rechter vleugelverdediger positie, omdat Matthias nog maar een jaar doorloopt. Dus dat is wel een van de posities waar wij nog op concentreren. Ja. Donderdag gaat AZ naar Turkije. AZ gaat spelen tegen Istanbul. Daar is Aaron Johansson dus niet bij. Nee, dat klopt. Daar zal hij niet bij zijn. Op het moment dat je een akkoord bereikt, dan heeft het enerzijds zit daar een bepaald risico in. En anderzijds, een speler zit al met zijn hoofd ergens anders. Dus dat heeft niet zoveel zin om hem daarin mee te nemen. Dus hij zal zich snel bij Werder gaan vervoegen om vervolgens tot een persoonlijk akkoord te komen en medisch gekeurd te worden. En dan is dat voorbij. Dankjewel.